Welkom bij de presentatie van het rapport van de rapporteur Democratische Legitimiteit, de heer Leegte. Na de heer Leegte zal de voorzitter kort spreken en daarna de voorzitter van de commissie EU-zaken, de heer Knops. En dan zullen de laatste twee gasten de zaal verlaten en is er nog gelegenheid voor de media om vragen aan de heer Leegte te stellen. Ik geef graag het woord aan de heer Leegte. Dank u wel. Mevrouw de voorzitter, geachte aanwezigen, in mijn rol als woordvoerder energie in dit huis zijn mensen soms boos op mij. Want sommigen vinden dat er meer windmolens moeten komen en anderen vinden dat er juist minder windmolens moeten komen. En al mijn collega's hebben vergelijkbare ervaringen. De houding van de Nederlanders is dat wij weliswaar rotpolitici zijn, maar we zijn wel onze rotpolitici. Een Hollandse lente zoals we in Noord-Afrika hebben gezien, zal hier niet snel gebeuren. Onze legitimiteit staat niet ter discussie. Maar hoe zit dat in Europa? In oktober 2011 woonde ik een fractievergadering van de FDP in Berlijn bij. En het merendeel van de onderwerpen die daar op de agenda stond, was een week daarvoor in onze eigen agenda in Den Haag ook besproken. En wat ik rationeel wist, zonk ineens in. Alle parlementen hebben op hetzelfde moment dezelfde onderwerpen. En het aantal Europese onderwerpen neemt een aantal toe. En het antwoord is, de vraag is dan ook, hoe kan de Kamer, de Tweede Kamer, controle houden op al die onderwerpen die uit Europa komen? En is het antwoord te vinden in betere samenwerking tussen de nationale parlementen? Het antwoord op die vraag is ja. De rol van het nationale parlement is niet te onderschatten. En het rapport Voorop in Europa, dat ik vandaag aanbied, kan gezien worden als een derde deel van een trilogie. Dat begon met het rapport Op tijd is te laat uit 2002... En daarna volgt het rapport Bovenop Europa. En uit de titel Voorop spreekt niet alleen de ambitie, maar ook de feitelijke situatie. De Tweede Kamer is het andere Europese parlement. Wij, nationale parlementen, lopen voorop. En zoals dat gaat met een derde deel, heb ik ook de structuur van de trilogie aangehouden. Ik geef aanbevelingen om op tijd te zijn, vervolgens aanbevelingen om bovenop Europa te blijven zitten en tenslotte aanbevelingen voor een betere samenwerking. Het gaat om de drieslag. Vroeg, stevig en samen. Op tijd zijn is een vaardigheid. En zoals Johan Cruijff ooit overtuigend zei, je kunt maar op één moment op tijd zijn. Anders ben je of te vroeg of te laat. En om in de beginfase effectief te kunnen interveneren, zou je soms moeten weten welke ideeën er leven. Bij wie is er bij de uitwerking betrokken? En welke procedures zijn er om daadwerkelijk te kunnen interveneren? Wat zijn de beïnvloedingsmogelijkheden van de Tweede Kamer in die eerste ideeënfase van het Europese besluitvormingstraject? En hoe kunnen deze beter worden benut? En een van de belangrijke aanbevelingen om een antwoord te geven op deze vragen, om op tijd te zijn, is dat de Kamer zich nu al voorbereidt op het voorzitterschap van 2016. Welke onderwerpen vinden wij belangrijk en hoe zorgen wij dat die straks via de nieuw gekozen Europarlementariërs aan de nieuwe Eurocommissarissen onze prioriteiten worden doorgegeven? Onze nieuwe Europarlementariërs kunnen in het sollicitatiegesprek vragen stellen die de Tweede Kamer straks kan helpen om de prioriteit in het werkprogramma van de commissie vast te stellen. En ik geef daarmee dus aan dat het Europese parlement belangrijk is als partner en dat het daarom ook belangrijk is dat er een stevige delegatie uit Nederland in Brussel zit. Dan stevig. Om beter op Europa te kunnen blijven zitten is een belangrijke aanbeveling dat de kwaliteit van de geannoteerde agenda's van de verschillende raden aan kwaliteit wint. Bijvoorbeeld een standaard format voor de schets van het Europese krachtenveld, zodat wij als Kamer meteen kunnen zien hoe de vlag erbij hangt. Voorbeelden waar dat goed gaat zijn het ministerie van INM en bij staatssecretaris Dijksma. En je ziet gelijk dat de debatten daar scherp en inhoudelijk zijn. Maar ook het uitnodigen van rapporteurs uit het Europese parlement helpen om inzicht te krijgen in de voortgang van de Europese discussie. En dan samen het nieuwe onderwerp. De belangrijkste winst kan gehaald worden in betere samenwerking met onze collega's in de lidstaten. En zelf onderhoud ik namens de Kamer contacten met deze parlementen. En ik vind het bijzonder dat er niet iets simpels is als een telefoonlijstje of een e-maillijstje met mijn 41 collega's. Het zijn soms deze simpele dingen en aanbevelingen die het leven makkelijk kunnen maken. Een ingewikkelde aanbeveling is om twee keer per jaar een zogenaamd cluster of interest te organiseren. Een vriendengroepje van gelijkgestemde landen, zou ik maar zeggen. Het Deense parlement deed dat voor het eerst rond het vraagstuk van migratie binnen Europa en de consequenties daarvan voor de nationale sociale zekerheidssystemen. Het is een belangrijk onderwerp waar de commissie zelf geen initiatief wilde nemen. En mijn voorstel is om een initiatief te nemen bijvoorbeeld rond de rode kaart. En dat we een concreet voorstel doen met de bevriende landen
aan de commissie. Dus laten wij een groep landen vinden die ook een rode kaart willen zien. Want dat is veel zinvoller dan elkaar in Nederland de maat nemen of het wel of niet mogelijk is en wenselijk is om een rode kaart te trekken. Maar ook de vraag of de huidige subsidiariteitstoets uitgebreid zou moeten worden met de proportionaliteitsvraag, excuses voor het jargon, leent zich voor een dergelijk initiatief. Door beter samen te werken met andere parlementen kan de Kamer zich ook nadrukkelijker rechtstreeks met Brussel bemoeien. En dat betekent ook samen met het Europees Parlement. Vaak werken wij tegelijkertijd aan dezelfde onderwerpen en we kunnen elkaar informeren en vanuit onze eigen positie samen grip houden op het werk van de Raad. Ik doe een aantal aanbevelingen om het directe contact te versterken. Vooral in het stadium dat de Europese Commissie nog bezig is met het uitdenken van nieuw beleid. De Europese Commissie heeft misschien wel het recht van initiatief, maar niet het monopolie op goede ideeën. Als parlementen samen een plan naar voren brengen op bezwaar hebben tegen een plan van de Commissie, dan kan de Commissie dat niet zomaar negeren. Die boodschap moeten wij straks ook meegeven aan de nieuw gekozen Europarlementariërs in hun sollicitatiegesprek met de nieuwe commissarissen. En zij kunnen namens ons vragen hoe de nieuwe commissaris denkt om te gaan met bijvoorbeeld de gele kaart. En het antwoord op die vraag is dan meteen een contract met ons. En als een commissaris zou zeggen, ik ga er niks mee doen, dan zouden wij kunnen adviseren een veto tegen deze kandidaat uit te spreken. Maar naast deze in het oog springende aanbevelingen doe ik vooral veel aanbevelingen om gewoon ons werk beter te kunnen doen. Taaie uitvoering, technisch, waar niemand voor wakker zal liggen. Maar het optimaliseren van ons werk is als zuurstof. Je merkt het pas als het er niet is. En een belangrijke reden voor het gevoel van onmacht op zich van het grote Brussel komt misschien wel omdat wij moeten durven blijven leren hoe wij ons werk beter kunnen doen. Wat ik niet doe in dit rapport is suggesties voor een verdragswijziging. Dat is een vlucht naar voren waarmee we weglopen van de mogelijkheden die wij al hebben en van de mogelijkheden waarvan we misschien nog niet wisten dat we ze hadden. Het verdrag is er, punt. Het is net als regen. Je kunt klagen dat het regent, maar je kan ook een paraplu pakken om erop uit te trekken. En met dit rapport voorop in Europa heeft de Kamer een instrument om erop uit te trekken in Europa als het andere Europese parlement. Mevrouw de voorzitter, beste Anoushka, met heel veel plezier en trots bied ik u het rapport aan. Ik wil graag via u, mijn collega's, bedanken voor het vertrouwen dat zij schonken in mij om dit project te mogen doen. En ook een speciaal woord van dank aan de Griffie Europese Zaken voor hun toewijding en inspanning om dit rapport een succes te maken. In het bijzonder ook Mendeltje van Keulen, die alle discussies en gesprekken tot in de puntjes organiseerde en mij door haar inhoudelijke en textuele commentaar steeds scherp hield in het intensieve project. Het is met name aan haar enorme netwerk te danken dat wij in dit project met zoveel mensen uit zoveel verschillende landen zo snel hebben kunnen spreken. Meer dan ooit ervoer ik met dit project dat de Kamer een van de krachtigste parlementen in Europa is. En meer dan ooit ervoer ik ook dat dit kwam door de ambtelijke ondersteuning. Mevrouw de voorzitter, u mag zich gelukkig prijzen. En graag bied ik u het rapport aan. Dan geef ik graag het woord aan de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw van Miltenburg. Dank u wel. We staan aan de vooravond van de Europese verkiezingen. Wat niet iedereen zich altijd realiseert, is dat het op 22 mei ook over Nederland gaat. Andersom geldt hetzelfde. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen speelt Europa een grote rol. Het is niet zo dat grenzen vervagen. Natuurlijk geldt het subsidiariteitsbeginsel. En hebben de nationale parlementen en het Europees Parlement hun eigen verantwoordelijkheid. Maar je kunt Nederland en Europa niet los van elkaar zien. Toch is het een voor veel Nederlanders heel tastbaar en blijft het andere een abstractie. In die zin had de timing van dit rapport niet beter gekund. Het is een vervolg op de rapporten van Van Balen, Op tijd is te laat uit 2012 en op dat van Schouw en Ten Broeke, Bovenop Europa uit 2011. En komt voor uit een langlopende discussie in ons eigen parlement over de democratische legitimatie. Al jaren spreken we met elkaar over de rol van Nederland in Europa. Hoe geven we onze controlerende taak in de praktijk vorm? En hoe positioneren we ons als nationaal parlement tegenover die andere bestuurslaag? Wat mij aanspreekt in dit rapport
is de positieve ondertoon. Er wordt geredeneerd vanuit wat er al is en de kansen die er liggen om de huidige situatie te verbeteren. En wat blijkt? We zijn al een aardig eind op weg. Ik weet nog hoe anders het was toen ik 11 jaar geleden Kamerlid werd. Er was toen in de Tweede Kamer een klein clubje dat zich met Europa bezighield. En we noemden ze onderling in het ledenrestaurant de Eurofielen. Anno 2014 zijn alle Kamerleden zich ervan bewust dat Europa bij hun werk hoort. Dat de voorstellen die de Europese Commissie worden gedaan ook door ons kunnen worden beïnvloed. En dat we controle kunnen uitoefenen op de Raad van Ministers. Het is niet voor niets dat parlementen van landen als Kroatië, maar ook Groot-Brittannië, bij ons op werkbezoek komen om te kijken hoe wij in de Tweede Kamer greep houden op dat complexe Brussel. Het Nederlands parlement loopt voorop in Europa en ik ben daar trots op. Mijn complimenten aan René Leegte en zijn staf zijn dan ook tweeledig. Allereerst zijn ze voor hem als rapporteur, als eindverantwoordelijke voor dit rapport. En ik hoop dat de concrete aanbevelingen zullen bijdragen aan grotere betrokkenheid van burgers bij Europa en in die zin aan een kleinere afstand tussen politiek en samenleving. Maar ik complimenteer hem ook als ambassadeur. Als iemand die het succes van de Nederlandse werkwijze bij elke gelegenheid die zich voordoet breed onder de aandacht brengt bij onze collega's in Europa. Tot slot. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de, en dan citeer ik het rapport, kansen voor invloed van nationale parlementen in Europa groter zijn dan de Kamer beseft. En die kansen, dat is, daarmee eindigt het citaat, die kansen worden heel pragmatisch in het rapport gezocht binnen bestaande structuren. Er wordt niet voor gepleit om afspraken open te breken, want er is blijkbaar voldoende ruimte binnen de bestaande verdragen. En in mijn ogen betekent dit dat we direct aan de slag kunnen en dus ook moeten. Met veel genoegen geleid ik het rapport dan ook direct door naar de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken, Raymond Knops. En ik heb daarbij slechts 3 woorden. Aan de bak. En dan tot slot het woord aan de heer Knops. Ja, dank u wel. Sta mij toe mij allereerst te richten tot René Leegte, de rapporteur, die het afgelopen jaar met heel veel inzet met zijn staf, die hij al uitvoerig bedankt heeft, dit voor elkaar heeft gekregen. Maar ik wil het compliment ook breder trekken, ook naar de hele commissie, omdat ik zie dat alle fracties in deze commissie, ongeacht hun standpunt over Europa en de positie die ze daar innemen, zeer actief betrokken zijn geweest bij de totstandkoming hiervan. En ook in internationaal verband naar buiten treden als Nederland, die proberen grip te krijgen op die complexe processen die plaatsvinden. En het mooie is, er wordt ons vaak verweten dat wij gidsland zijn en dat wij met het vingertje omhoog staan. In dit geval is dat volkomen terecht, want wij zijn inderdaad gidsland voor andere landen op dit punt om die gereedschapskist die we met z'n allen gekregen hebben, om die op een goede manier te gebruiken. En dat is precies wat jouw rapport ook aangeeft. Ga nou niet allerlei nieuwe dingen zitten bedenken, verdragswijzigingen. Kijk naar de instrumenten die je hebt, zet die voldoende in en werk goed samen. En ik denk, dit zijn niet alleen woorden voor jou, maar je hebt dat ook in de praktijk gebracht de afgelopen jaren. Want al die COSAC-meetings ben je altijd geweest. Heb je inderdaad als een ambassadeur, zoals de voorzitter terecht zegt, Nederland vertegenwoordigd. Het Nederlandse parlement vertegenwoordigd. Dat heb je met verve gedaan. Ik ga er ook vanuit dat je dat blijft doen. En daarmee geef je ook echt inhoud aan de rol van vicevoorzitter van de commissie, die vaak alleen de vervanger van de voorzitter is, maar bij Europese zaken is dat echt een andere wezenlijke rol. Daardoor kunnen wij als team heel goed functioneren, daardoor kan de commissie heel goed functioneren. Ik ben er trots op dat ik voorzitter van die commissie mag zijn. En ja, geachte voorzitter, beste Anoushka, wij gaan ermee aan de slag. We hebben zo dadelijk procedurevergadering, dan gaan we dit meteen bespreken. De leden hebben natuurlijk hier zelf ook aan bijgedragen. Wij zullen voorop blijven gaan met de steun van onze rapporteur en alle andere leden. Gaan we met dit rapport aan de slag. Hartelijk dank voor jullie inbreng. Dankjewel.